en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Vorige week heb ik ook een vlog geplaatst en ik vond het wel leuk om te doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker door met vloggen. Ik ben nu weer van plan om te gaan diamond painten. En ik ben er bijna, echt bijna mee klaar. Ik moet alleen deze onderkant nog en dan is die klaar. En dan heb ik ook nog een diamond painting besteld van Mickey en Milo, mijn twee katten. Dus ik hoop dat die van de week ook binnenkomt. En dan kan ik daar ook weer lekker mee verder. Dus ik ga jullie weer gezellig meenemen. Ik ben ook weer bezig met een nieuw haakproject en die laat ik straks zien. Gisteravond zijn we ook begonnen aan het nieuwe seizoen van B&B. Dus dat zijn we nu ook weer aan het kijken. Dus ik ga jullie weer gezellig een paar dagen meenemen. Ik hoop dat je dit leuk vindt. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan neem ik jullie weer mee in deze vlog. Ik heb mijn Stitch Diamond Painting af en nu ga ik hem dus zo uitknippen. En dan ga ik bij de Action even een lijstje kopen. Maar mijn Diamond Painting van Milo en Mickey, mijn twee katten, is nog niet binnen helaas. Dus ik denk dat ik dan voor nu deze nog ga maken. Die vind ik ook heel leuk. En deze kwam volgens mij van AliExpress. En deze heeft maar 18 kleuren. Dus die vind ik ook heel erg leuk. Dus dan ga ik deze eerst begin mee maken totdat die diamond painting van de katten binnenkomt. Vandaag donderdag en mijn bestelling van Wolplein is binnen. En dat wil ik even jullie laten zien. Ik heb de huidskleur besteld van de Chunky Chenille garen. Daar heb ik 4 bollen van besteld. Want deze was bij mij bijna op. Deze nog, de huidskleur. Dan heb ik 4 bollen wit, want die was ook bijna op. Daar had ik dus nog maar 1 bolletje van. Ook 4 bollen. En dan heb ik deze groene besteld. En als je mijn vorige video hebt gezien, dan zag je dat ik bezig was met veeën. En de bruine vee die had zeg maar een groene rok. En daarvoor heb ik deze besteld. Ik zal zo meteen nog even de vee laten zien. Dus daar heb ik dus 2 bolletjes van besteld. Dus de bruine vee die ga ik ook nog maken. Misschien dat ik er van het weekend wel aan begin. Maar ik ben nog even bezig met een ander haakprojectje. Ik ben dus bezig met deze kat. Alleen dan in andere kleuren. En dat wordt deze. En ik kom dan in Wilco's auto. Want hij vroeg of ik een rood met zwarte kat wilde maken. Omdat zijn auto ook rood met zwart is. Dus deze is bijna klaar. Ik moet hem alleen nog even dichtmaken en dan de staart nog. En dan is die klaar. En dan ga ik weer een nieuw haakprojectje beginnen. Wat dat wordt, dat weet ik nog niet. Misschien wel die bruine vee of misschien totaal wat anders. Thank you.
heb de steentjes die over waren van mijn stitch diamond painting, die heb ik hierin gedaan. En deze heb ik nu op het bord ook al geplakt. En ik heb de steentjes van deze diamond painting in de bakjes gedaan. En dan ga ik dan vanmiddag lekker aan beginnen, want ik moet nou eerst weer even gaan werken. En dan ga ik denk ik als eerste toch deze diamond painting afmaken en daarna pas die van Mickey en Milo. Het is vandaag zaterdag en we gaan zo meteen even naar de Action toe en daarna lekker een ijsje halen. En de rest van de dag weet ik nog niet wat we gaan doen, maar ik denk niet heel veel, want het is ook 30 graden. Dus ik denk dat we lekker rustig aan gaan doen. Dus ja, ik ga jullie nu even meenemen naar de Action. Ik hebben. Nu zit alles in. Ook maar leuk. Voor zijn auto of voor zijn auto uitwezen met smartphone. Dat is gewoon €3,80. En dit? Vlinder. Vlinder. Ja, het is wel leuk. Maar... Kijk, de diamond painting is binnen van Mickey en Milo. Ik ben benieuwd. Hoe ga ik dat doen? Om de schaduw. Zo. Knip het aan te steken. Ja. Hoeveel kleuren heeft hij? 30 kleuren. Ja, heel erg benieuwd. Kijk. Ik vind het zo'n andere kleur. Ja, die ga ik nou niet uitpakken. Maar... En dit zijn met vierkante steentjes. Als het goed is. Ja, het zijn vierkante steentjes. Nou. Dan ga ik deze binnenkort mee beginnen. Ik heb deze meegenomen bij de Action. Die diamond painting set met die bakjes. En dit is zo'n... deze gaf toch licht? Oh ja, kijk. Die heeft licht. Nu niet, maar...
En dan waar je steentjes in kan doen. En ik heb nog deze wol meegenomen. Ik vond het wel een leuke kleur. Zo met die spikkeltjes erin. Dan ben ik van plan mee om een omslagdoek of sjaal te maken of zo. Dus dat heb ik gekocht. Hier zit dan ook zo'n rolletje in om al je steentjes, hoe heet dat? Zo'n rolletje, dat je dan die steentjes op ze, allemaal tegelijk hebt. Ja, achter elkaar kan rollen. En een waxje en dan die opzetstukjes. Het is vandaag zondag en vanmorgen heb ik nog even lekker zitten diamond painten. En nu ben ik bezig met het garen die ik gisteren bij de Action had gekocht. Ik zei dat ik er een omslagdoek of sjaal van wilde maken. Maar nu zit ik te twijfelen om een leuk vest ervan te maken. Dus ik dacht misschien is het leuk om een witte draad erdoor te doen. Dus dit heb ik nou zitten proberen. Gewoon even met vaste. Maar ik denk dat ik al een haakpatroon heb gevonden voor een vest. Die heb ik al een keer gemaakt. En dat is dan dus alleen met deze roze kleur. En dan op haaknaald 4,5. Want met de witte draad erbij moet ik haken met haaknaald nummer 6. Dus ik zit even te twijfelen wat ik nou wil. Dus ik ga eerst even eten. Want het is 12:30 en daarna ga ik even kijken wat voor patroon. Ik heb al dus een patroon in gedachten die ik had gevonden nog in mijn patronen. Dus dan ga ik eventjes daarnaar kijken. Ik ben begonnen aan dit vest en dit is een patroon van Anna Haakt, die heb ik ooit een keer gekocht. Dus daar ben ik nu mee bezig en ik heb dit al gehaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit vest gaat worden met dit garen. Als het goed is heb ik genoeg. Thank you.
Deze heb ik nu ook afgemaakt. Dus deze kan straks in Wilco's auto. Gaat hij dan een klittenbandje onder plakken. En dan kan hij in zijn auto vastgemaakt worden. En dit is wat ik tot nu toe gehaakt heb aan mijn vest. Kijk, er zit nu klittenband onder. Dus ik ga hem nou even in Wilco's auto doen. Ja, waar moet hij komen? Zo, in de midden zo. Of zo, moet je maar kijken. Hallo, je duwt een pluit. Kijk. Nou, is toch hartstikke leuk zo? Ja. Ik vind hem leuk geworden. Nou, mooi. Eigenlijk moet er nog eentje bij, want jou is zo zielig. Maar andersom, rood met zwart. Nou, dus deze is nou ook klaar zo.